VMBO, zit dat zo? Wat is eigenlijk het leukste op het VMBO? Dat willen jullie weten. En dat gaan we uitzoeken hoor, samen met Leila. Gaan jullie mee? Nou, ik ben wel benieuwd. Hoe leuk is het VMBO? Zullen we daarnaar kijken? Let's go. Hoe leuk is het VMBO? Heel leuk! Hoi, wat vind jij het leukste aan het VMBO? Tekenen vind ik het leukste van het VMBO. En waarom? Omdat het ook mijn hobby is, want ik hou veel van tekenen. Lichamelijke opvoeding. Af en toe grapjes maken met de docent, dat vind ik heel erg fijn. Gezondheid, bewegen en de technologie. De pauzes. De mensen hier zijn echt lief. Omdat ik veel vrienden heb en omdat het tot nu toe best makkelijk is. Tijdens de pauze gewoon chillen. Iets te eten halen, drinken. Veel creatieve vrijheid heb qua andere scholen. Want het is niet praktijk en het is ook weer niet alleen maar leren. Je kan heel veel leren en je krijgt en het wordt heel goed ondersteund. Het les wat je krijgt is gewoon leuk. Nou, klinkt goed. Hey, en weet je wat ook leuk is? Wat ze hier aan het doen zijn op Heldering Business School. Wat is dit eigenlijk voor les? We zien dat de leerlingen hier bezig zijn met het vak commercieel. Dus het voeren van verkoopgesprekken, maar ook het verkopen van producten. Maar buiten commercieel zijn ze ook echt in de lessen bezig. Bijvoorbeeld bij het vak ondernemen, waarbij de leerlingen een eigen zaak gaan starten. Daar zijn ze ook echt in de praktijk bezig. Ze gaan een eigen zaak starten en ze gaan echte producten verkopen. Wat ben jij nou aan het doen? Nou, ik ben achter de kassa aan het werk. Het is leuk. Het is echt leerzaam voor later als je eigen bedrijf hebt. En moet het ook ondernemen voorstellen? Ja, zeker wel. Oh ja, in de zorg werk je steeds vaker als ZZP'er, als zelfstandige ondernemer. Aha! Zeg eens eerlijk, zijn de leraren streng hier? Ja, sommigen wel, maar sommigen zijn ook echt heel erg aardig. Het ligt aan wie je hebt. Ben ik streng? Nee, ik denk niet strenger dan de gemiddelde docent. Ik of ik streng ben? Ja. Streng. Ik ben duidelijk. Kinderen vinden mij wel streng, maar ze vinden mij ook prettig omdat ik duidelijk ben. Ik zeg ook wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Oké, leuke lessen, de leraren zien er niet heel streng uit. Maar wat als het gewoon even heel moeilijk is? Is het dan nog leuk? We gaan eens kijken op College Sint-Paul. Volgens mij hebben ze hier een gesprekje met de leerlingbegeleider. Hallo, wat zijn jullie hier aan het doen? We hebben even een gesprek over hoe het gaat met Naftali. En waarom kunnen leerlingen bij u terecht? Leerlingen kunnen bij mij terecht als ze dingetjes niet zo goed kunnen oplossen met hun docent of mentor. Of dat ze eventjes uit de klas willen om iets te bespreken, omdat ze een beetje boos worden. Dus meestal als ze zich niet heel fijn voelen. Nou, ik vind het heel erg fijn dat mensen naar me luisteren als ik bijvoorbeeld een probleem heb. Ja, dat helpt. Zo, dat is wel fijn, ja. Iemand die even de tijd voor je neemt. Want het kan best wel spannend zijn als je opeens naar de middelbare school gaat. Of niet soms? Ja, het is hartstikke spannend als je naar de middelbare school gaat. Hier op het Zuidwestcollege geven wij een rots- en watertraining. Zorg ervoor dat je weerbaarder wordt. Je grenzen aan leert geven. Hoe ga je om met pestgedrag? Vond jij het spannend om te beginnen op de middelbare school? Ja, maar daarna heb ik wel vriendinnen gemaakt en mijn klas leren kennen. En daarna vond ik het weer heel leuk. Nee, dit is onze laatste training en we krijgen dan ons certificaat om op te wijzen dat we sterk zijn. En? Ben je een beetje sterk? Ja. Nou, laat maar eens zien dan. Zijn ze nou allemaal geslaagd of... Ja, ze zijn zeker allemaal geslaagd. En ze krijgen straks een certificaat. Wat is nou de leukste les? Gym. Gym wel leuk. Misschien Engels. Ik vind wiskunde best wel leuk. Hoezo? Het is het moeilijkste, zeg maar, wat je hier kan krijgen. Nederlands. En waarom? Omdat de lerares leuk is. En het is makkelijk tot nu toe. Drama vind ik echt leuk, omdat het meer mijn passie is. Dat vind ik gewoon geweldig om te doen. Het zal nooit vervelen. Gym, want daar kan je je vrije wil doen. En je hebt allemaal leuke spelletjes daar. Biologie. Oké, dus je krijgt leuke vakken, je kan leren ondernemen. Er is hulp als het even moeilijk is. En dan leer je ook nog voor jezelf op te komen. Volgens mij is het VMBO hartstikke leuk. Ja joh, hartstikke leuk. Wat denk jij? Kom maar eens in het echt kijken. Als je volgend jaar naar de middelbare school gaat, hoef je geen zorgen te maken. Het komt allemaal goed. Bedankt voor de tip. Tot volgend jaar.